ja, dit is echt nog de ouderwetse stijl van vroeger. Niet dat, dat moderne, maar ik vind dit dat zacht, dat rood en goud en met planten erin en alle gezelligheid, dat het toch het ouderwetse is wat ik over heb genomen van mijn ouders. Ja, eigenlijk niks, maar het is van mijn ouders overgenomen. Die deed het ook altijd. En mijn zusjes ook, en mijn broertjes. En ik ben het uit gaan breiden dus. En dat doe ik nou al mijn leven lang. En ik vind het gewoon een lekker gezellige sfeer. And it's Christmas Day. Nou, meestal september zo ongeveer, eind september. Dus dan ben ik half november ben ik ongeveer klaar. En dan komen er nog wel eens wat dingetjes bij. Een lampje breekt weer, dan moet ik weer nieuwe lampjes kopen. En dan kom ik de dingetjes tegen. En dan er komt steeds wat bij en er gaat steeds wat af. En dat is juist het leuke van het optuigen. Dan heb je wat te doen, want als je nou de hele dag voor de tv gaat zitten, is ook niks natuurlijk. Maar dit vind ik warm en de mensen lopen langs en kijken naar binnen en stoppen en maken foto's. En ja, dat vind ik wel, ja, dat is de gezelligheid van kerst. Hier lopen ze ook weer langs, hier lopen ze ook te zwaaien. Ja, dat, en dat vind ik juist leuk. De kerstboom, daar ben ik altijd in 2-3 dagen mee bezig. Want de lampjes moeten zo zitten, dat moet zo zitten. En dan stekkertjes en mijn kerstdorp. Dat vind ik heerlijk om dat te doen. En dan is ook weer een lampje kapot. En dan moet je weer andere lampjes halen. En weer een lampje erin en een lampje eruit. En zo blijf je een beetje aan het werk. Ik begin altijd aan de achterkant. En dan ga ik naar voren toe. Want als ik aan de voorkant al begin. Dan vind ik het niet zo leuk in september al, dat de mensen zeggen, kijk nou eens. Dus ik ben op een gemakje achteraan en dan wacht ik en dan doe ik eerst de gang. En als ik de gang gedaan heb, dan ga ik verliefd verder. En ik ben nu klaar, op een paar dingetjes na, maar verder ben ik gelukkig klaar. Dus we kunnen de feestdagen in. Het eerste jaar dat je zonder bent. En dat vind ik wel erg en even moeilijk. Maar we moeten er doorheen natuurlijk. Het leven gaat door, maar het is even zwaaien. Maar daar komen we ook wel weer overheen. Nee, dat mocht niet. Nee, dat ze wou het wel eens. Nee, afblijven. En dan ging ze op de bank zitten en dan keek ze alleen maar en dan zei ze wel eens wat. Dan zei ik, oh ja, nou ja, dat kende wel, maar ik deed allemaal alleen. Nee, ik ben echt een sportman, ik kijk alleen maar sport. Nou, ik loop wel eens in de stad op ergens en dan zie ik wel eens etalages of zo. Of, en dan denk ik, oh ja, dat is ook wel leuk. Maar het meeste doe ik zelf. Dan zeg ik, oh, dat ken weer en dat ken weer. En dan doe ik het allemaal zelf. Enkel na de feestdagen dan ga ik altijd kijken in tuincentrums. Want dan krijg je dus allemaal heet dat kortingen. En dan kun je wel eens leuke dingen kopen. And you know it's Christmas. De eerste kerstdag ga ik bij kennissen hier in de straat. De tweede kerstdag met mijn dochter en mijn zoon. En dan vind ik het, maak ik leuke dingen klaar, eten klaar. Dat doe ik ook allemaal. Dat doe ik ook allemaal zelf. Dus, ja, en zo blijf je maar een beetje aan de gang. Maar het versieren is nog steeds de hoofdzaak. En u ook een hartelijk bedankt.